Dit is een vrij technisch verhaal natuurlijk, maar wat we suggen is dat we wat rond te suggen in het wegdek. Het knikt een beetje en het kantelt een beetje naar links. En dat had mij met de tuigen achter mij, die het krek wat te volle lengte liedje te houden. En dit is natuurlijk een constructie die in beweging is, die de beweging nodig had. Want het is een hingende constructie, dat jette ik bij. We suggen nou, werd we nog krekstingen, die beweging ik zichtbaar in het wegdek. Ja, daar moeten we wat aan doen. Wat is het gevaarlijk? Nou, het is net gevaarlijk, want dan zien we de breg al dicht in. Zo simpel is het ik. Maar we moeten wel wat ontwaan, want als ik je dat trog en dat ik je dat trog hingen, en dan hebben we wel een probleem. Dat moeten we voorwerzen. Maar wat kun je er ontwaan? Moet je de constructie oorsmaatje? Nee, hè, wat we ontwaan zullen is dat we hieronder, bij de vijver, zorgen we dat we aan de onderkant van de bregen daar ontwerp kennen. De tuien hierachter, die hellen we er even nou, en die meiden ze weer kwatter en die hingen we er weer in. Dus hij bloot uiteindelijk er hetzelfde uitzien, maar we moeten er nou wel wat ontwaan. Maar op dit stuit is de situatie zoals die nou is. Als het nou, het waait of zo, gaat die bregen dan heen en weer of is het zo net? Nou, dat is altijd als van west. He, dus de bregen die had rondte nodig en er zit altijd wat beweging in. Dus dat is net nee. Maar we zeggen nou, in technische termen, dat er wat uitzien neutraal stand, die het nodig is om goed functioneren te laten, rint. En daar moeten we nou echt even maatregelen opnemen. En wanneer moet dat weer oké worden? Nou, we hopen dat we binnen een paar weken echt beginnen kennen. En dan heb ik echt wel een paar weken, drie, vier weken nodig om het weer goed te krijgen. En ondertussen kan het verkeerde gewoon nog hinnen.